Wij zijn een multidisciplinair engineering en adviesbureau. En wij realiseren eigenlijk projecten voor klanten, met name in de industrie. En er zijn dan verschillende industrieën, zoals de chemische industrie, de pharma food, de olie-gasindustrie. En op die manier helpen wij klanten om projecten te realiseren. We kunnen helpen met een studie om een vestigingsplaats te vinden. Dan komt er een haalbaarheidsstudie. Dus echt kijken van hoe duur is het, kan het allemaal. Nou, als er dan die fase geweest is en de klant zegt ja, hè, weer een volgende go. Dan gaan wij het ontwerp doen, werken dat verder uit. Helpen mee met de bouw. Wij bouwen zelf niet, maar we helpen wel, we managen wel het bouwproces. En dan dragen we het eigenlijk turnkey over aan de klant. Onze medewerkers zijn de key assets van ons bedrijf. Dus dat is de basis om een relatie aan te gaan. En bij een klant is ook weer de mens bij de klant de relatie. En als dat klikt, dan gaat zo'n relatie ook lang duren. Wij werken voornamelijk voor de industrie. En dan de industrie, de marktgebieden die we op dit moment met name doen, is de chemische industrie. Van hieruit dan, van deze kantoren. Het is deze omgeving, Antwerpen omgeving. Leuke voorbeelden zijn Nedalco natuurlijk. Met Nedalco hebben we eigenlijk al ruim 10 jaar een relatie. En daar zullen we ook altijd op verder borduren. We hebben nu een klein kantoortje. Kantoor in Antwerpen. We zijn nu 2 jaar bezig om dat te ontwikkelen. We zijn echt die Antwerpse haven nu aan het proberen te benaderen. Het is België, ja, heeft heel veel locaties ook waar die industrie gevestigd is. En wij zien dat daar toch het nodige ontwikkeld moet worden. Nou, en daar willen wij als Stebudin dan ook een hapje nemen. En ik denk, omdat wij uniek zijn in een taak, dat wij ook die kansen krijgen bij de klanten.